hij in Bennekom, want je hebt toch een groot verschil tussen de hoofdklas en de eerste klas. Het is een groot verschil. In Bennekom heeft al een beetje gelijk om naar de topklas te gaan. Het liefst met eigen mensen. Real. Dit stel is niet goed genoeg voor de topklasse, maar er kan van alles gaan veranderen. Er zijn binnen de KNVB allerlei plannen. Zo is er een plan om zaterdag en zondag samen te gaan voegen en onder de eerste divisie één grote topklasse te beginnen. Er is een plan waarin er straks drie topklassen komen, gebaseerd op districten. En als dat gaat gebeuren, dan, dan komt er weer een promotieregeling. En dan gaan de eerste, pak een beetje acht van de hoofdklasse, die gaan weer naar de topklasse. Dus dan haal je topklasse. Maar, goed. Ja, maar in de huidige situatie. In de huidige situatie, ik ben ik ook niet sterk genoeg. Ik vind ze wel leuk voetballen, van wat ik er tot nu toe van zie, maar dat is wel vooral thuis. Ja, 16 puntjes thuis gehaald en één uit. Nou ja, daar komt dus het probleempje, een slechte start, maar dat heeft Erik net uitgelegd. En uit is natuurlijk gewoon uitermate treurig wat deze heren laten zien op het veld. Ja, dat is duidelijk.